Bij de Sea Ranger Service werken we constant aan innovaties. Nu in een nieuwe samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook wel genaamd de Inspectie ILT, houdt deze inspectiedienst toezicht op Nederlandse en buitenlandse zeeschepen, hun bemanningen, de rederijen en klassenbureaus. Uiteraard staat de veiligheid centraal, zoals bijvoorbeeld het vastzetten van de lading. Het is in 2019 een keer misgegaan toen een containerschip meer dan 300 containers op zee verloor, met grote milieuschade tot gevolg. Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, werken de Sea Ranger Service en de ILT samen om te onderzoeken of de inzet van een drone met camera het toezicht van de ILT op zee kan ondersteunen. Er vinden pilots plaats, vanaf de wal en aan boord het werkschip van de kustwacht en het zeilschip van de Sea Ranger Service. Op het schip van de Sea Ranger Service vaart een ILT-drone-inspecteur mee. De inspecteur onderzoekt of een drone met camera ingezet kan worden vanaf een varend zeilschip. Tijdens de inspecties controleert de ILT containerschepen op zee. De focus ligt op eventuele mankementen aan de lading, bijvoorbeeld het loszitten van shorringen bij gestapelde containers. We hebben een drone aan boord van ons Sea Ranger schip en het is echt fantastisch om daarmee te kunnen vliegen. Het geeft ons gewoon heel veel meer overzicht van wat er om ons heen gebeurt op zee. Tijdens de pilot krijgen de jongeren aan boord van het schip instructie van de ILT-drone-inspecteur. En zijn een aantal Sea Rangers inmiddels zelf ook opgeleid tot dronepiloten. Als Sea Rangers werken we samen met overheidsdiensten om de capaciteit op zee te vergroten. En in dit geval werken we met de ILT samen om maatregelen te nemen, preventieve maatregelen, om de kans op maritieme vervuiling tegen te gaan. En dat is echt een grote, belangrijke stap voor natuurbehoud. We werken graag samen met de Sea Rangers. Ten eerste omdat het een mogelijkheid is om mensen aan het maritieme vak te laten wennen. En het andere is de mogelijkheid om meer plekken te hebben van waaraf we kunnen kijken. Dus ons toezicht te verbeteren, effectiever te maken. Dus we vergroten eigenlijk de oog- en oorfunctie. Je zou kunnen zeggen dat het mes aan twee kanten snijdt. Wij zijn trots dat de Sea Rangers ingezet kunnen worden om de ILNT te ondersteunen bij deze drone-inspectie. Zo betrekken we jongeren actief bij het realiseren van betere veiligheid en duurzaamheid op zee.